In een stal aan de Waterstraat in Schaik zijn gisteravond bijna 400 dode varkens gevonden. De brandweer heeft de kadavers weggehaald. Niemand kon gisteravond vertellen waar de dieren aan gestorven zijn. Rond 6:30 gisteravond werd het brandweerkorps van Schaik opgeroepen om dode varkens op te ruimen. Die klus bleek zo groot dat het korps de hulp inriep van collega's uit Zeeland, Erp en Os. De brandweermensen zijn tot laat gisteravond met de klus bezig geweest. Tussen de honderden dode dieren liepen nog enkele levende varkens. En wij hebben besloten om de dieren die nog daar in leven zijn, daar zijn er nogal wat, om die in ieder geval te ontdoen van de kameraden die in verre gaande staat van ontbinding zijn op dit moment. En in het kader van de volksgezondheid hebben wij in gezamenlijkheid met de AID besloten om de stal te ontdoen van de kadavers. De arbeidsinspectie gaat vandaag onderzoeken wat er is gebeurd aan de Waterstraat in Schaik. Er is in ieder geval geen brand geweest en er is ook geen ongeluk gebeurd.